Are you all fired up? I've been coming to the Embassy of Creativity for a very long time. It's always a very cool spot here during the week of the festival. Ja, fantastische plek. Net een paar straatjes van de Croisette vandaan, waardoor het rustig is. Je kan hier vroeg in de ochtend werken, meetings houden. Het is eigenlijk gewoon een bruine kroeg. We wanted to show you the main sort of benchmark for your success should be attention. The definition behind attention is an interesting one. Dat is een prachtige campagne. Heeft iedereen die campagne? Maar wel, wat een impact heeft. En zijn rolmodelfunctie voor die kids heeft veel gedaan. En hem vooruit helpen, denk ik dat wij als industrie daar ook wat aan hebben. Ja, het hoogtepunt in de Embassy waar ik zelf enorm van genoten was heel bijzonder. Was dat ik een soort dubbel interview heb gedaan met Prins Constantijn van Oranje. Dit is een beetje like that Microsoft meme, where like a very smelly guy's dress. So it's also thinking about, you know, where you want to go. I'm here and thinking a little bit more ambition. 9 months, come on. Okay. Challenge yourself. Een hele trotse oma heb ik daardoor. As well, new connections. So enjoy. The beautiful 2020 Ninja, come 2024. Leuk verhaal. Ik wil jullie feliciteren. De mannen! Winnen de pitch en natuurlijk onwaarschijnlijk veel plezier deze week in Cannes. This is my first time experiencing this. I think the Embassy of Dutch is so united. And then it's so important to stay united in this creative industry. This great master of art that just made an app. En dan de goal! Maar, nee toch zeker? Echt geweldig, fijn dat er een Nederlands eilandje is in dit mooie Frankrijk. And my question to you is, how can Dutch creative culture impact you? Ik zeg volgend jaar weer. Bye.